Maar vandaag hebben we de aftrap van de Europese verkiezingen van Annie Schreyer. Zin in het Europees parlement? Ja, oh, natuurlijk. Kom vannacht, kijk al daar terug uit De primeur, hè? En nu komt de primeur. Aftrap, campagne, Europese verkiezingen, Annie Schreyer. Annie Schreyer, Pierik, hè? Ja, het is wel Pierik. Pierik is echt de eerste campagnedag. Dus en wat ga ik nu straks doen? Ik ga straks Henk mijn kaartjes en dan staat ook op met Annie met leefbaar platteland. Er is geen leefbaar platteland zonder een gezonde boerenstand. Wacht even, die wou ik Er staat op de kaartjes. Leefbaar platteland. Er is geen leefbaar platteland zonder een gezonde boerenstand. Dus een leefbaar platteland met een gezonde boerenstand. Nou, en gisteren zeiden ze bij ons en daarbij geeft Annie je de hand. Dus dat mond. Maar het is vandaag echt de start en ik heb de folders, de, hoe heet die, die grote posters gekregen. Maar Henk krijgt een grote poster. Ik geef Henk een groot, ja. Maar Henk, als ik dat mag. Komt erin bij, jongen. Jan is van de Aspergesjaar. Jan is van de Aspergesjaar. Hoi. Hallo. Jan Meijers. Hallo, Annie. Ja, Annie, Jan Speesje Boer, hè. Ja, wat mooi. Hoi, Ben. Hè? Maar toch mooi uniek. Hey. Ik ben ook aan het doorgewonen. Ben je ook eerst aan Limburg geweest? Ja, ik heb een jaar Limburg stage gelopen. Ja, nou, maar we hebben elkaar daar niet gezien. Ach. Maar wel daar geleerd. Ja, dat is toch mooi. Maar dat was allemaal in dezelfde tijd. Ja. Eigenlijk is het op die manier... Vroeger allemaal, dat kwam een beetje op hetzelfde moment. Dat hele aspergie in de poster van toch. Zitten we toch met elkaar opgewassen hier? Een prachtige mooie. Het is al een goede vrijdag, hè? Ja, ja. Dus als ik asperge zie, mag ik vandaag geen ham erbij. Katholieken hebben altijd een goede vrijdag. Ja, zalm. Wat zeg je? Zalm. Zalm, ja, dat mag. Vis is goed. Ja. Of alle vieren, spiegels helemaal laten vieren en buitenop. Hallo. Kom in. Goedemorgen, meneer. Is dat middag? Zonder dat ik ook nog. Wim Riegel. Dank dat je op de woord mag. Ja, ik ken hem alleen maar van de televisie. Oh, nou, dat hebben we aan elkaar vandaag echt zien. Verder vooruit. Nee. Product altijd laten zien, hè? Ja, en dat is altijd mooi, hè? A-klasse. Jan, kijk je ook even. A-klasse. Goeie spul, hè? En Jan heeft daar een uit. Kom nog even dichterbij. Dit is wel de start van mijn campagne voor de Europese verkiezingen. En ik sta hier bij Henk. Henk Steenbergen. 25 jaar geleden begonnen voor de Staten, Henk. Daarna de Tweede Kamer en nu hier in het prachtige mooie gebied met jou voor de tweede keer voor het Europees Parlement. En bij mij gaat het maar om één ding, en dan kijk ik ook naar jou. Het gaat bij mij om een leefbaar platteland, een gezonde boerenstand, waar burgers, toeristen en iedereen van mogen genieten. Maar het moet wel in handen blijven van boeren, familie, gezinsbedrijven, het zelfbeschikkingsrecht. En Henk, daar heb ik ook altijd van jullie af. Zo is het toch? Ja. Ja, ja, allemaal in de rest van de campagne, hè? Ja, dat is super. We zijn allemaal geboren hier in Deugel. Dat moet ook kunnen. Zal ik daar wel even aanwijzen? Er ook even bij? Hier zijn we ingevaren. Ja. En hier zit onze boerderij, daar gaan ze. Oh, dit is zo mooi. Dat is mooi uitleg. Huisvogel, het knoflookpad. Dit is hier zo, dat is die waar we net ingevaren zijn. Aan de achterkant kun je zien hoe het in Duitsland hoe de oorsprong is van de vecht. Oh ja, dat ben je. Dat is bij de Bommenwalsen. Dat is helemaal alle strappen. Zie je dat? Hier en daar gaat het dus wel om. Hier gaat het om, dus, om dit verhaal, de vecht. De
vechten. En wat is daar mooier, wat past levens op om naar een boerderij te gaan die ook nog een beetje... Zie je de boer als gast hier? Wat zeg je? De boer als gast hier, die denk ik dat het... Jan Nijenhuis, prachtig mooi hier vanmiddag te zijn bij jouw mooie boerderij, het Nijenhuis en asperges. Hoe doe je dat? De telefoon rammelt aan één toe door. Toerisme, recreatie, platteland, boeren en de hele streek. Hoe verbind jij dat? We proberen hier in het Vechtdal en vooral hier in Hardenberg, proberen we samen met ondernemers uit de buurt wat leuker te maken. En hebben we arrangementen uitgezocht om samen met de Zomp uit Fransbergen, met andere ondernemers om samen hier een boekje uit te geven. En, daar gaat het om, hè, om samen dingetjes te doen. Ja. Mag ik jou de hand geven? In het Europees Parlement hebben we het steeds over het vitale platteland. Daar gaat het om. En dan is het belangrijkste dat de boer het zelf beschikking houdt, jij hier, en in combinatie met mensen en mensen die er ook van mogen genieten, en dat we met elkaar een mooie toekomst hebben. Ja. Ik wil je hartelijk danken dat ik dit boekje mocht ontvangen, maar zeer zeker ook als start van mijn campagne. Ja. Het geeft me extra energie om door te gaan. Ja. Dankjewel. Ik wens je ook veel succes en dat gaat vast lukken. En we gaan er gewoon voor. Dat doen. Dankjewel. Oh, dat is wel lekker, ook niet dan. Heel lekker. Dat is geweldig. Ja. Eén tot rust komen. Ik kom gisteravond laat dus uit Straatsburg terug. Ja, maar ziek echt. En dan kom je hier en maar het is hier gewoon de hemel op aarde. Mag, ja, je, zeg ik in, mag je hier wel in de stille week zitten? Dat heb ik al heel prachtig mooi gezegd. Ja. En dan zit je hier en dan kijk je gewoon over de land en over de aarde. Ik vind het zo fantastisch. En zoek lekker eten en mensen en die het allemaal met elkaar doen. Aardige mensen. Ja. Nou, zeg tot ziens. Groetjes. Ja, maar kom even mee. Ja, in deze Nijmegen. Nijmegen is erbij. Annie, dat beweegt hier. Ik heb veel lood. Van die groot. Ja. Dat is moeilijk te maken. Goeie bedankt. Ja. Ja, dat weet je wel. Zo is het, hè? Oh ja, oké. Veel groen. Waar Wacht, mooi.